Die baan komt echt precies op tijd. Ik was de zin een beetje kwijt. Ik vroeg me af, is dit het nou? Waar ik het allemaal voor doe. Ach Jan, dat had ik toch al lang gezien. Herkent ook bij mezelf misschien. Ik mis de passie en de power. En ik ben enorm moe. Dus, change of life, een nieuw begin. Op avontuur met ons gezin. We zijn ontzettend aan een hele nieuwe levensfase toe. Soms moet je je leven een nieuwe richting geven. Vanaf hier en nu doen we het anders dan hiervoor. Het leven duurt maar even, dus wij gaan niet voor een zeven. Wij gaan voor het allerbeste. Allerbeste. Ook voor Kees en Floor. Meer frisse lucht en meer balans. Ja, net als Desiree en Hans. Die toen vertrokken naar wat op de foto's een paleisje leek. Een paradijselijke plek. Er was iets mee. Het dak was lek toch van dat huis dat daar ter plekke meer een soort ruïne bleek. Ze wilden daar een B&B. Ja, en die zoons wilden niet mee. Maar dat gaat ons gelukkig niet gebeuren daar in Oldenbeek. Nee, en Hans was geen klusser, hè? Dat is een heel ander verhaal. Ja, en hij sprak ook helemaal geen Pools of Duits, geen Engels. Nou, niks eigenlijk. Ja, vloeiend Brabants. Dat wel, ja. Jij dan weer gelijk, hè? Ach, geen gedoe met Duits of Frans, maar alles in het Nederlands. Dit is voor ons en voor de kinderen een uitgelezen kans. Soms moet je je leven een nieuwe richting geven. Vanaf hier en nu doen we het anders dan hiervoor. Het leven duurt maar even, dus wij gaan niet voor een zeven. Wij gaan voor het allerbeste. Allerbeste. Ook voor Kees en Floor. Ja, breken met patronen en lekker buiten wonen. Vanaf hier en nu doen we het anders dan hiervoor. Weg met dat gewone en uit je comfortzone. Uiteindelijk is dat het beste. Het allerbeste. Ook voor Kees en Floor. Ja, wanneer je zelf gelukkig bent, straal je dat ook af op je kinderen. Uiteindelijk doen we het voor hen. Alles voor de kinderen.